Dat boven Erven Dorens vaak bijzondere capriolen uithaalt, is niets nieuws. Hij bedenkt de ene na de andere goede stunt. En deze keer wil hij graag een wereldrecord op zijn naam zetten. Charles, zet me neer hoor. Het plan is om met een zogenaamde zeilauto de afsluitdijk af te rijden. Dus zonder motor en alleen met behulp van de Oer-Hollandse wind. Deze actie doet Bo voor Zeekracht. Een initiatief van Natuur en Milieu voor meer windmolens op de Noordzee. Ik moet alleen nog even een paar kleine aanpassingen doen. Adrian! Ja, de auto moet flink gestript worden. Alle onnodige onderdelen worden eruit gesloopt. Moet kunnen, hè? Nou, dat weten we nog net zo niet, Bo. Want gaat het hem lukken om met een zeilauto de afsluitdijk over te rijden? We hadden windkracht 5. We kwamen daar aan en ik was eigenlijk wel een behoorlijk gespannen. Want we moesten nog het hele ding optuigen. En ik had de politie niet ingelicht. Tijd voor een nieuw avontuur. Met de zeilauto. Staat er genoeg wind? Ik denk het wel. Ik ga al! Hij doet het! Bo is inmiddels wel wat gewend. Toch was deze rit een bijzondere ervaring. Het is zo'n mooi gevoel om gewoon louter door wind te worden voortgedreven. Kijk, 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 nou komt er meer wind. Ik voel het. Kom op. Zeilen met dat ding. Zeilen. Ja, het zeilen gaat behoorlijk goed. Maar heeft hij hiermee een nieuw record gevestigd? Ik heb 37 km per uur heb ik gereden. Roy Giel zit in windauto op afsluitdijk. Wereldrecord. Ja hoor, het is hem gelukt. Bo heeft met zijn prachtige zeilauto een heel nieuw wereldrecord gehaald. En dat is best knap.